Nou, Roy Risti is een man geweest met heel veel petten op. Zowel in Suriname als in Nederland. Maar eigenlijk kun je hem het best betitelen als een bruggenbouwer. Een bruggenbouwer van diverse culturen. Zowel in Nederland de diverse culturen bij elkaar brengen, maar ook in Suriname de diverse culturen bij elkaar brengen. Pionier op het gebied van radiowerk. In de Bijlmer Zuidoost een niet weg te denken figuur geweest. Dus al met al, Roy Risti is gewoon een geweldige man geweest die kunst en cultuur ook op een zeer professionele en goede manier wist uit te dragen. Zowel in Nederland als in Suriname. Spreekt voor zich. Daar heeft men afscheid genomen en nu komt hij aan in zijn land, in zijn geboorteland. Dan is het en past het natuurlijk dat wij op gepaste wijze hem ontvangen. Vandaag gaat het dus om een ontvangst. En dat gaan we dus doen met medewerking van diverse culturele organisaties en groepen die hun medewerking hebben verleend. En het directoraat cultuur heeft gemeend dit te moeten doen voor Roy Risti.
In naam van mijn vader en natuurlijk zijn zussen, Maaike, Shirley, Hanna en de overige familie en de kinderen en broers en zussen in Nederland wil ik allereerst jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie geduld, dat jullie gewacht hebben. Je zat toch altijd rooi bij de wassen, maar. En op een loopwachtie. Dus hij komt wanneer iedereen er is. Ja, ik wil jullie alvast heel hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid hier en de wijze waarop jullie het lichaam van hem hier hebben mogen ontvangen. In het land waar hij geboren is en waar hij ook weer ter grave wordt gedragen. Bij deze allereerst, hou de Mohana-regels in acht mensen. Zaterdag aanstaande zal de uitvaart plaatsvinden en de begrafenis in Matagouri. Rond 12 uur starten we met de ceremonies. En rond 16:30 zijn wij dan op Marius Rus. Ik hoop dat jullie ook daar in volle getale aanwezig zullen zijn. Omdat Usabi Roybedewamang, Abelop Alasma. Het maakt niet uit hoe je eruit zag, het maakt niet uit waar je vandaan komt. Zelfs even bij Hatewa Lazy per ongeluk. Want dat zei hij altijd, en dan spank winters, in afgat die brood adesma. Dat per ongeluk, wat als ze wisten wat ze hadden gedaan, zouden ze het niet doen. Ook die mensen. Ja, ik wil jullie allemaal nogmaals heel, heel hartelijk bedanken. En ik zou zeggen, God zij met u allen. En wel thuis, veilig naar huis. Afscheid nemen zal nu plaatsvinden met de familie en teams. De eerste keer dat we het lichaam gaan zien. En dankjewel voor jullie respect daarvoor. Zaterdag is de gelegenheid en de ruimte om afscheid te nemen. Lik van Roy Betakking, Wang Bigi, Sweetie, Brasa. Dankjewel. Dankjewel.